Auto's rijden voor. De deuren worden geopend. Mannen komen eruit stappen. Ze gaan vergaderen. Het is de dienst. De vergadering is besloten, maar ik wil toch verklappen wat het besluit is. De top van de berg, de Matterhorn, moet 1 meter verplaatst worden. Eerst de sneeuw van de top en in ijs- en sneeuwbewaarders naar beneden, ja. Het ijs moet ook bewaard worden. Tanks, bulldozers, stoeltjes liften, ijs- en sneeuwbewaarders moeten naar de top. Een tank valt naar beneden, wordt verpletterd, begrafenis. Het zijn kranige, moedige mannen, mogen zij in God rusten. Dan eindelijk zijn er 3 mannen op de top en beginnen met pikhouwelen en drillboren een heel klein stukje van de top los te bikken. Na 2 dagen, er valt een man naar beneden. Mogen hij rusten in Gods eeuwige zaligheid. Eindelijk is er 1 kilo rots los en de mannen op de top tillen het op. Nieuwe brigades komen in de stoeltjesliften aan. Een ingenieur maakt ter plaatse de laatste berekeningen voor de ijsbewaarders. De mannen met de pikhouwelen vragen elkaar: wat is nu eigenlijk de bedoeling? De top van de Matterhorn moet 1 meter verplaatst worden. Eerst gaat alles met pikhouwelen. De laatste stijgers worden aangelegd. Dan komen de ijsbewaarders in een bocht om de stijgers heen. Alles moet bewaard blijven als de top maar 1 meter verplaatst is. De burgemeester belooft erelinten. Stijgers zakken in. Stoeltjeslift gaat kapot. Bulldozers en tanks, pikhouwelen en drillboren komen niet op de geweldige hoogte. Een man slaat met een mokerhamer op zijn duim en moet naar het ziekenhuis. Fotografen komen uit alle landen, reporters evenzeer. Nieuwe ingenieurs komen boven. Een van hen heeft zieke kinderen, zijn vrouw is weggelopen, maar hij moet werken. Eindelijk, ja, is er 1 kilo rots los. Het is een alwijs raadsbesluit. Ja, zegt de man die het hoogste van de rots in zijn handen heeft. Een ijsbewaarder van beton breekt onderweg en verplettert 3 mannen. Maar waarom moet dit nu allemaal, roept een van de mannen uit. En hoeveel kilo is dan het begin? Nieuwe horde mannen komen eraan met zeisen, een tragische vergissing van de dienst en pikhouwelen. 20 miljoen ton moet er eerst losgaan met pikhouwelen. Maar dat is gewoon gekkenwerk, roept een van de mannen uit. Ja, zegt een van de andere mannen, je hebt nou eenmaal de dienst. En God heb je ook nog. Veronderstel dat je in een dienst had die nooit een plan maakte, godsamme. Zo zie ik het leven. Thank you.